En leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals jullie zien ben ik met April en we gaan vandaag weer een dagje op pad. We gaan namelijk voor het eerst crossles volgen. En de trailer staat al klaar, dus ik ben nu met April naar buiten aan het wandelen. En voor de crossles gaan we naar Manege Chardon. Ik krijg daar les van Jeannette Chardon. En we gaan zien of April het leuk vindt. We zijn nu aangekomen op Manege Chardon en het waait nogal een beetje, dus ik hoop dat jullie me goed kunnen verstaan. Maar ik ga nu April uit de trailer halen en dan moeten we eventjes een klein stukje over de weg. En dan komen we bij het crossterrein aan, dus dan zie ik jullie zo daar.
bossen en April is eventjes een grasje aan het eten hier. En ik ben echt zo trots op haar. Ze heeft echt, nou ja, alles gesprongen en ze ging echt super goed. En ik had echt niet verwacht dat het zo goed zou gaan. En nou ja, ze vond het zelf ook super leuk. Oortjes erop en lekker galopperen. En je kan ook zien dat ze lekker heeft gezweet. Dat zelfs overal op haar hoofd. Allemaal zweetvlekken. Ze is net een halve zebra geworden. Wij gaan nu de trailer op en dan gaan we weer naar huis. En dan zien we jullie thuis weer. Ik heb April eventjes lekker gedoucht. Even al dat vieze zweet eraf. En dan kan ze nu lekker naar de stal eventjes uitrusten. Want ze is stiekem toch wel heel erg moe nu. Bij Mano begroet ons al. Zo, ik heb inmiddels alle spulletjes opgeruimd en April lekker gewassen en die staat nu in de stal. Die heeft ook lekker de eten gehad, dus ik ben weer helemaal klaar voor vandaag. En nou ja, dit crossen is zeker voor herhaling vatbaar, want ik had echt nooit verwacht dat ze het zo goed zou doen. Ze zegt overal overheen gaan, die oortjes gingen erop en ze ging maar door. Ze vond het echt helemaal leuk. Dus we gaan zeker wat vaker crossen. En ik vind het leuk om te weten, laten jullie even in de reacties weten of jullie ook wel eens crossen met je paard of pony. En waar jullie dat doen. Misschien nog wat leuke tips voor ons, waar wij crosslessen kunnen doen of een oefencross of wat dan ook. Dus laat het even weten in de reacties en dan zien we ons daar misschien ook een keertje. Wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan...